En op zondag, de dag des Heeres, speelde men de Daily Challenge. We zullen eens kijken of het in ieder geval beter wordt dan die laatste gok van gisteren. Kijken of we betere omgevingen en... Holy fucking shit, ja nee, tuurlijk, ja. Amerika... Bij twijfel, zou dit Idaho kunnen zijn? Oh, dank je. Wat? Oh, weet je wat? Dit is Canada. Even kijken, waar heb ik Alberta zitten? Ik dacht dat Alberta hier eigenlijk zat. Vancouver, Calgary. Anyways. Alberta zit toch aan de oostkant? Of zit ik nou... Zo zie je natuurlijk dat het helemaal... Nee, Alberta zit aan de westkant. Aan de oostkant, ja. Aan de oostkant. Zul je zien dat het aan de westkant zit. Bevestig jij waar ik zit? Oh nee, niet echt. What the fuck? Dat is een Amerikaanse vlag. Oké, ik zie daar wel een... Kun je me iets meer... informatie geven, alsjeblieft. Kom op, sneller. Zou dat dan de grens dan zijn met... Zou dit dan toch Amerika zijn? Nee toch? Nee. Waar de fuck zouden ze reclame maken? Kom op. Dag. Oh. Jee. Het is Canada. Godzijdank. Oké. Maar nou. Alberta. Waar zit je? Waar zit Alberta? Waar is dan de staat? Oh. Ik zit gewoon dichterbij dan wat ik dacht. Is niet in de buurt van Alberta. Hé, hey, dat vind ik fijn. Dat zijn Scandinavische bordjes. En omdat het heel aan zit, zeg ik Noorwegen. Ja, dat is een beetje net zoals... bij twijfel, Idaho, plop. Scandinavië, als het heel aan zit, is het Noorwegen... Niet zo ver. Terug. Really? Ik wou het zeggen. Fjorden. Even kijken hoor. Nee. Navrois fjorden. Kijken hoe ver we kunnen inzoomen. Kijken of we er namen bij kunnen krijgen. Nee. Misschien hier wel. Hallo.
Ze is inderdaad Noorwegen. Oh, Bergenvos. Oh, wauw, ik zit wel redelijk in de buurt eigenlijk. Bergenvos. Vos. 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 Zo is het. Nee, dat zal toch niet. Nee, ik denk dat dat. Bergen. Was dat de vorige keer ook niet zo? Dat er een of andere rare. Oh, niet zo ver in, zo alsjeblieft. Een of andere rare titel opstond en die was dan uiteindelijk afgekort. En dat bleek dan uiteindelijk bleek dat inderdaad. Nee. Je hebt Bergen ook gewoon vlot. Daar is Bergen. 133. Dat zal dan hier ergens zijn, denk ik. Okay. Dit is niet fjordachtig genoeg. Dus. Oh, hallo. Wil je niet zo inzoomen, alsjeblieft, muis? Bergen. Vos. Bergen. Bergen hoef ik niet aan te kijken. Vos. Maar. Oh, wauw. Het zat hoger zelfs. Jezus, dat had ik niet verwacht. Ah, dat vind ik wel fijn dat ze dat zo gelijk doen. Dank je. We hoeven niet heel de dag te zoeken naar aanwijzingen. Kijken of ik. Wat zijn die taalpalen? Ja. Ha. Dan ben ik al heel veel in Rusland geweest. Ja, natuurlijk, hè. Maar ik heb nog nooit zulke lare, rare lantaarnpalen gezien. Je begint te twijfelen of dit Rusland is. Je begint te betwijfelen of dit Rusland is. Want dit is meestal niet een. Oké. Dit is ook niet Oekraïne. Met name door het landschap. Hallo. Waarom voeren jullie geen vlaggen? Dit. Zou dit? Nee, toch? Dat heb ik al eens een keer eerder gehad. Nee. Zou het? Zou het Mongolië kunnen zijn? Ik weet dat het dichter bij China er wel zo uitziet, maar. Het is in ieder geval niet Rusland, dat weet ik wel. Het is ook niet Oekraïne. Oh, hallo. Damn, iemand had het licht uitgedaan. Ik zit vast. Muis, beweeg. Oh, wauw, het was Oekraïne. Het was Mongolië. Ik wou zeggen Oekraïne, maar. Huh. Het gaat toch meestal hier is wat je wel ziet op televisie en op die reisprogramma's dat je
Daarom dacht ik daar ook aan omdat de landschap, het landschap zag er niet echt Russisch uit. Hallo. En hoe heet het? Oh, kom op, geef me iets. Ik denk trouwens dat we gewoon. Oh, is dat een bordje of is dat gewoon een reflectie van iets? Het is gewoon een bordje. Maar dat zie je dan wel eens dat. Hé, hey, we rijden rechts. Dat we. Hoe heet het? In die film. Reisprogramma's zie je dat wel eens. Gewoon die bergen. Zeg maar. Ho, ho, ho. Ik wil eens iets proberen. En eens kijken of ik de 306 kan vinden. Die stippeltjeslijn in de gaten. Twee, zes, twee, twee, zes, zeven, drie, zeven, zes, zou je denken, maar hoe vaak heb ik al? Drie, negen, vijf, nou. Ze is nog in Matto Grosso. Ja, tot hier loopt die stoptjeslijn. Nul zestig. Kom op. Mogen we nog verder inzoomen? Nee, toch? Maar dan hopen we het niet. Drie zestig, 163, 262. Dit is ongeveer de hoofdstad, dus we pleuren maar daar even weg. Ik verwacht niet dat het daar. We moeten er iets buiten zetten dan. Zou dit hem zijn? Want ik. Oh. Oh. Leuk dat mijn muis nu ook trucjes kent. Ik denk dat het een wat grotere weg is vanwege dit. Oh, ik zat wel dichtbij. Ik zat. Hoe zit. Krijg ik meer punten dan iemand die er dichterbij zit? Ah, nee. Ik dacht dat. Zo, goedemorgen. Hallo, Azië. Dit ziet er vrij Aziatisch. Oh, hallo. Nee, dat niet. Hallo. Ja, kijken nog. Stop nou, muis! Echt serieus. Fucking scheidmuis. Waar zou het kunnen zijn, joh? Geef me iets van taal. Ik zeg daar een bord staan. Ik denk zomaar dat het niet Azië is. Ja. Zou er een heel klein bordje staan? Misschien wel echt verder kan helpen. Pier. Ja. Wat staat daarop? Stapje terug. Zou dit weer Brazilië zijn, joh?
veel water. Dus zou het aan de kust liggen? Dan? Nee, het is gewoon. Gewoon een riviertje, denk ik. Ah, hier komen we weer op die punten dat mijn muis denkt. Hey, ik wil lekker daarop inzoomen. Oké, vooruit. Dit is inderdaad niet Azië. Oh, ik mag hier niet verder. Fijn. Fijn. Altijd leuk. Stoppen er mee, moist. Damn it. Ik heb hem ook niet goed gestuurd. Er zit daar ook wel. Er zal gewoon een rivier zijn die er omheen loopt. Ik zat toch aan de. Kijk naar hoeveel punten ik verlies. Ik zat toch aan de kust. Nou ja, als ik hem, dan had ik hem hier ergens weggepleut. Dus dat had me nog meer punten gekost waarschijnlijk. Zelf 17.000 niet slecht. Die laatste heeft me een beetje genekt. We zullen kijken. Oh, 6 dus. Woehoe. Beetje geluk gehad vandaag. Met name met die Mongolië gok. Puur door straatlantaarns en door omgeving dat ik dacht van nou. Dit is geen Rusland of Oekraïne. Ik weet dat Kazachstan meestal toch alleen in de diverse world zit. En in Mongolië heb ik volgens mij een tijdje geleden al eerder gehad. Dus dat was vrij netjes. Nou, de rest dat was allemaal zo, was vrij duidelijk. Ik bedoel, Canada daar heb ik gewoon mas bij gehad dat ik Alberta zag staan. Maar is Alberta dan een staat of niet? Ja, volgens mij is Alberta een staat. Volgens mij. Nevermind. Ik zwijg al. Ik loop weer onzin te verkondigen. Ja, op zich een goede ronde. Maar ja, er hebben er ook nog maar. Hoeveel hebben we nog maar gespeeld? 341. Dus ik zal nog wel verder wegzakken. Zeker omdat zo te zien de grote big boys met hun 3-4 accounts nog niet wakker zijn. Die zullen allemaal nog wel in de kerk zitten, gok ik. Allemaal bidden. Jezus, ik zal vandaag niet cheaten bij GeoGuessr. En dan thuiskomen. Heb ik het toch gewoon stiekem niet de waarheid gezegd? Nou, dat was weer genoeg maar voor vandaag, denk ik. Oh boy.